komt er net aan me. Ja, wij gaan gezellig hier. Wat? Hoi. Nee. Ik ben Sigrid. Hoi. Doe het even wel zo. Oh, ze rijden mee. Wat? Het is best fris, hè? Oh, ze rijden mee. Dit is geen goed teken. Kom er net aan. Huh? Ze rijden mee. Oh. Ik vind dit niks. Ik vraag me af waarom ze mee moeten rijden. En ik ga even vragen waarom. Nou. Zo. En sinds wanneer gaan jullie mee? Sinds vanavond. En waarom? Wie heeft dat bedacht? Heb ik bedacht. Heb jij dat bedacht? Mag je dat zelf bedenken? Mag ik zelf bedenken. Dus jij denkt, weet je wat, ik ga vandaag met de fakkel toch mee? Ja. Om te kijken of ze het goed doen of zo? Ook nog. Ook nog. Voorwaarden. Voorwaarden? Wat zijn de voorwaarden dan? Ja, die bespreek ik met Petra. Petra, nou, kan je er alles over vertellen? Nee, maar zo werkt dat niet. Oké. Ik sta hier op eigen reputatie, dus... Oh, maar je mag me ook gerust filmen, hoor. Alleen... Ja, nee, dat doe ik ook. Ik wil alleen weten wat de voorwaarden zijn. Want ik loop ook mee. Je gaat Petra jullie allemaal voorstellen. En hij vraagt, ik wil de voorwaarden weten. Van de vergunning, ja, dan kan je bij Petra. Van de vergunning? Wat Petra voor vergunning? Weet alles. Wat voor vergunning? Nee, het is geen vergunning. Nee. Dus hij verdraait het nu al. Helemaal geen vergunning. Ja. Komt helemaal goed. Nou, dat gaan we nog allemaal eens even bekijken. Oké. Okay. Dus we mogen niet weten wat de regels zijn. Mooi is dat. Lekker. Nee, staat toch weg, je gaat toch niet om. Hij zegt. Ja. Nou, hoor. Nee, hij zegt net, we moeten ons aan. Hij fietst mee of we ons wel aan de regels hielden. Oh, ja, je gaat in één keer een octaaf lager. Ja, nou. Ja, maar dat is hij die praat. Oké. Maar dus hij gaat het niet vertellen. We gaan het niet. Ik hou me dus nooit aan de regels. Ik ben juist omdat de regels. We gaan niks lopen. Nee, we doen nooit. We maken nooit wat stuk. Kijk. We gaan niet krijgen. Maar jullie doen het allemaal volgens de regels toch? Nou, waarom moet je mee dan? Heeft hij zelf bedacht, maar hij weet niet waarom. Gezelligheid? Ik vind het nu al niet meer gezellig. Ze gaan dus faciliteren. Facilivat? Facilivat? Dat is nooit goed, facilivat. Hallo? Oh. Nou, deze geven geen hand. Nou weer wel, de ene weer niet en de andere weer wel. Ik snap het allemaal niet. Oh, hou ze weer geen afstand. Dingen moet je ook niet willen snappen. Ik probeer alles te begrijpen om me heen, maar het wordt steeds moeilijker. Nou, het zou mij benieuwen. Ik heb het dus 3 keer gevraagd, ik heb geen antwoord gekregen. Mooi is dat. He? Nou, in de app. Fijne tocht. Tocht. Mars. Fijne wandeltocht. Wandeltocht. Ik ga verder met mijn werk. Met je wat? Dat is geen werk hoor. Jawel. Nee, echt niet. Echt niet. Als dat werk is, dan ben ik Jezus. Nou. Oh, de meneer met de geest. Nou, ik vind het gelijk een hele rare sfeer. Wat leuk, wat leuk. Wat? Ik een rare sfeer maken? Nee hoor. Zou ik nooit doen. Echt niet. Nou, lekker is dat. Dit schrikt natuurlijk de bevolking af. Hey mannen, jullie krijgen gewoon een gratis fakkel. Ja. Oh. Ja. Nou, wie hebben we daar dan? Vastbinden. Oh. Nee? Vind ik heel aardig van je en hoeft niet. Waarom niet? Hebben jullie geen vlammetje in het hart met branden? Nee. Jawel. Nee, vlammetjes uit. Hey, godverdomme, hou je bekkie zo met die kutvogel. Oh, het is geen vogel, man. Ja, het is een oofje. Ja. Oofje. Dus. Wat denk je? Je collega ook niet? Nee, ook niet. Zijn jullie net opgeleid of zijn jullie al oude naar de cursus? Ik zou wat je oude rotten wil noemen. Ja, oude rotten, ja. Oude rotten. Toch wou je dat zeggen? Ja. Nou, ik ben nou even mijn werk. Ik ben nou even. Ik ben nou even met mijn hobby bezig. Ja. Wat? Wat? Ja, zo.
Lekker is dat. Ik denk dat het wel meevalt, toch? Nee, nee, het is net begonnen, hè? Oh. Nee, dankjewel. Ik, anders wordt het een beetje lastig met fietsen. Hoezo? Dan kan je de knuffel niet vasthouden. Ja, dat komt. Ja, je moet kiezen, hè? Nee, maar wij zijn... Nou, we moeten eens even goed... van een afstandje aan. En nou, ik vind het behoorlijk dichtbij. Het is geen anderhalve meter, hoor. Het is meer dan anderhalve... Het is geen anderhalve meter. Ja. Oh! Nou! Peter, even helpen met die dingen vullen, want dat is gewoon. Dat moet je met z'n drieën doen. Dus ze proberen nu de sfeer te beïnvloeden. Hey, Peetje, deze is. Nou, ik ga even afronden. Hoi!